Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin we de boodschappen gaan doorgeven voor de maand november voor de watertekens, maar specifiek dus voor je, waar dat je noordnode in staat. Dus op jouw astrologische kaart is het belangrijk dat je gaat gaan kijken waar dat je noordnode op staat en noordnode wordt gezien als een soort van omgekeerd hoefijzer, kan ik het zo omschrijven. En we gaan dus kijken per waterteken. Dus in deze video ga ik alleen spreken over de watertekens. En dan ga ik nog drie andere video's. Zijn er nog drie andere video's voor vuur, aarde en luchttekens. Oké, we gaan beginnen. We gaan dus zien wat dat de uitdaging is voor kreeft. Mijn briefje waaide bijna weg van mijn kaarten. Voor kreeft. Of voor het vierde huis. Dus als jouw noordnode in het vierde huis staat, dan is deze boodschap, of kan deze boodschap ook voor jou van toepassing zijn. Dus, wat krijgen we voor noordnode in kreeft of vierde huis? Wat is de uitdaging of wat is een mogelijke uitdaging dat deze mensen in november mee kunnen te maken hebben? Jepla. En dan krijgen we de zon ondersteboven. Dat staat op vrijheid, natuur, free spirit en innocence. En mijn vriend wel nu net dat ik zelf ook noordnode in kreeft heb. Dus in november gaan we ons allemaal lekker samen beperkt voelen. Of, met andere woorden, we gaan een beter begrip krijgen wat vrijheid voor ons betekent. Gaan we deze nemen? Zien. Wat is de uitdaging? Het heeft te maken dus met de zon. De zon is ook verbonden met de mannelijke energie. Het heeft voornamelijk te maken met waar voelen we ons beperkt, waar voelen we ons nog niet vrij, waar gaan we tegen onze natuur in, waar en op welke gebieden, op welke stukken, welke thema's hebben we het gevoel dat we nog niet volledig vanuit onze ziel kunnen gaan leven. En wat willen we extra informatie krijgen? Ik zie dat mijn licht constant flikkert, kort erdoor afgeleid. En wat hebben we nog? De weg. Crossroads, journey, multiple choice, travel, weighty options, decide, free will, opportunity, independent en road trip. Oh, misschien gaan we op een road trip. Ook 22. Even nog zijn. Dus het is belangrijk wanneer dat gaat over onze vrije wil. En wanneer dat we, ik heb nog eens de zonkaart gezien, maar er is weer ingevloept. Oh, en weer de eagle. Met challenge the status quo. Met nummer 19. Longevity, regal, proud, opportunity, new hope. Dus het is belangrijk om een heldere visie te houden van waar dat we heen gaan. Wat dat eigenlijk ons doel is. Zodat hetgeen is dat onze ziel wilt. Om dan de verschillende opties te overwegen en van daaruit dan te kijken wat hetgeen is die het meeste past bij wat dat onze ziel voelt dat mogelijk is. Dan krijgen we hier nu nog een paar. We krijgen een vrouw, dat kan zijn dat het te maken heeft met jou of in relatie met een vrouw. En het heeft ook te maken met je vrouwelijke energie. We krijgen dan ook de stork, dus de ooievaar. Met de transformatie, verandering, een departure, een komst, een belangrijke verandering. Maar ook bijvoorbeeld voor sommigen, en dat gaat misschien niet voor iedereen zijn, maar ook zwangerschap, geboorte en iets actief, een hernieuwing. Oké, en dan krijgen we Gemini. Misschien dat je jezelf een tweeling bent of misschien verwijst het naar een tweelingvlam, een tweeling connectie, tweelingziel,
Want het is ook de Lovers kaart. Kun je dat al zien? De Lovers staat er een ander. Heeft te maken ook met planeet Mercurius. En we hebben ook de maan, de herfstvolle maan. En dat is exact in november. Pardon. Ik denk zelfs als ik het goed voor heb, ga eens kijken. Waar is de agenda? Wanneer dat de volle maan valt in november. Ik dacht dat het ergens rond de 20e was. Ah nee, 15e. 15 november is de volle maan. Maar, dus daarin staat er ook overvloed, vervulling en loslaten van een oude versie, loslaten van oude stukken. Waarbij je nog veel verder gaat stappen op je volgende pad. Maar ook belangrijke keuzes gaan maken van wat dan wel nog en wat niet meer. Oké. Wat is hetgeen dat kan gebruikt worden als jouw talent of jouw kracht? En dan gaan we straks nog advies doen. Niet hier staan, maar eigenlijk al het een en het ander hebben gezegd. Dus wat is jouw talent, kracht om doorheen deze uitdaging in november om te gaan, om ermee om te gaan, om de uitdaging aan te gaan? En dan krijgen we, het zijn er drie, ik dacht dat er twee waren. Dan krijgen we eerst Angelic Frequency. En dan een mooie kaart. Angels are here, your safe, potent connection. Dus eigenlijk, wat is jouw talent, je verbinding met de... het etherische, het spirituele, de energetische wereld. Want wat krijgen we nog? Hathor, light, dat is ook verbonden met de divine feminine energie. En daar staat er light immersion, full system upgrade, power recall. Dus jouw talent is jouw kracht, de keuze om jouw eigen energie terug te roepen. Net zoals eigenlijk ook met die zon zit. Er zijn zo van die solar flares en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus het gaat naar buiten jouw energie, maar je kan ook je energie terugroepen. Dus wat je energie bijvoorbeeld versplinterd hebt in het verleden, kun je die gewoon terugroepen en terug gaan integreren. Om van daaruit dan in je nieuwe versie te stappen en het gaan vorm te geven. En wat hebben we ook nog, en dat is eigenlijk bevestiging wat je hem daarna net ook gezien hebben. Vrijheid, dus Akasha Records. Het vrijheid, oude verhalen zuiveren en vorige levens loslaten. Dus dat is jouw kracht. En misschien wat dat de kleuren zijn. Ik had wat, dus naast elkaar leggen. Zie. Het zijn exact dezelfde kleuren en dat diamantenenergie die ook naar boven komt. Zie je? Dus dat is jouw talent, jouw kracht. Je kracht en je talent is eigenlijk jouw innocent self, jouw ziel zelf. En dus hoe meer je daarmee gaat gaan verbinden en van daaruit keuzes gaan maken, ga je zien dat is het jouw tweelingvlamconnectie, waar je weer vrijheid wilt gaan invoelen. Is het iets met betrekking tot je werk of een andere passie of iets anders op je vlak, een vlak van je leven, dan gaat dat ook komen. Extra advies. Waar zijn mijn kaarten? Hier zijn mijn kaarten. Extra advies nog. Wat is er extra advies nog? Verkreeft of... Noord-Noorden, vierde huis. Dan hebben we dynamiet, excitement, passion. Breakup, catalyst for change, explosive. Dus wat dat er ook gebeurt, gebruik die Mars-energie, de energie van Leo, het vooruitgaan. Gebruik dat op een zo constructief mogelijke manier. Ontdek en wees duidelijk wat dat is dat jouw passie is. En van daaruit kan je dan inderdaad je talent en je kracht gaan neerzetten. Het andere, en dat is eigenlijk ook mooi hoe het tegenstaat dat weer is. We hebben hier ook weer Gemini, dus ook weer tweelingen. Misschien dat er iemand echt, dat echt gaat over tweelingen. Of je bent zelf van zodiac tweeling. In je zonneteken bijvoorbeeld. Dus dan staat er van, neem ook de tijd af. Met andere woorden, pauze dus. Dat is Engels en Nederlands door elkaar. Maar neem tijd voor jezelf. Neem die rust. Druk op die pauzeknop. Ga naar binnen. En dat is ook weer die Divine Feminine energie. Wat we daarnet ook met die vrouwkaart doorgekregen hebben.
Dat is de weg, op de manier om meer nog je vrijheid en de weg naar je vrijheid op elk vlak te vinden. En ik zag dat net ook 10-0-1, dat is weer spiegeling ook weer. Dan krijgen we de nummer 2 kaart met boogschutter. Take een risico. Maar weet dat het risico en de uitkomst niet altijd duidelijk is. Dus ook al voelt het bijvoorbeeld dat je een heel hard risico neemt, het is belangrijk om dus die reflectie te maken naar binnen, te weten wat je passie is. En van daaruit ga je weten wat dat er mag gebeuren. En onthoud dat het een spel is dat je speelt. En wat krijgen we dan nog? De Anamkara kaart met nummertje 6 en het teken stier. Misschien dus soms is dat belangrijk. En de kaart is verbonden met soulmates, romantiek, onvoorwaardelijke liefde. Oké, wauw. Ik heb er al zin in november. Oké, ik hoop dat je het iets aan gehad hebt. Dus deze boodschap is voor mensen die noordnoden in kreeft hebben of de noordnoden in het vierde huis. En ik ga opschrijven wat dat het tijdstip is voor de volgende. En dat zijn de vissen. En dan vissen of het 12e huis. Dus als je je vis in noordnoden hebt of je noordnoden staat in het 12e huis, dan is dit jouw boodschap. En dus we gaan opnieuw hetzelfde beginnen. We beginnen met de uitdaging. Wat is de uitdaging dat je mee kan geconfronteerd worden in de maand november? Oep, dat was die al. En dat is de doodskaart, schorpioenkaart met verandering. Maar je ligt ondersteboven. Dus wat dat voor mij duidelijk is, dat niet per definitie over letterlijke dood gaat van iets, maar eerder over een figuurlijke dood, een transformatie. Hoe kan het ook anders met schorpioen? En daar staat ik bij, nieuw leven, hergeboorte, suspension of consciousness. Dat gaat voornamelijk over een next level in consciousness. Dat gevoel heb ik vooral. Wat wil ik hier meer over weten? Wat krijgen we direct? De sleutel. De sleutelkaart en de boodschappen daarop zijn solutions, intelligence, clarity, open breakup, liberty, pay attention, helpful. En we kregen ook Lily. De vorige kaart was 33 en 8 zat erbij, deze is 30. En met de Lily-kaart kregen we de extra boodschap of uitleg. Het is verbonden met carrière, met een ontwikkeling, met iets dat je bereikt hebt. Met een bepaalde ambitie die je hebt, iets die al vaststand is. Dus waarschijnlijk ook veranderingen. Dat is nu veel te veel. In bepaalde keuzes dat je gaat maken. En dan krijgen we de kaart. Ah ja, waarschijnlijk heb je nu op dit moment zoiets van: zie je bossen de bomen niet meer? Of zijn er te veel mogelijkheden? Of weet je niet hoe dat de weg vooruit is? En dan krijgen we ook de. De letter, dus de brief, maar ondersteboven. Dus die heeft te maken met iets schrijven, een boodschap. Waar gaat de letter over? Waar gaat de letter over? Letter, de brief dus. En dan krijgen we de klok met perfecte tijd. Stands, test of time, dus past, present en future. Ja, oké. En de witte wolf. De witte wolf. Dus die leggen beter uit waar dat de brief over gaat. En het gaat er eigenlijk over dat het belangrijk is om in doorheen november, dus om in die volgende stap van je evolutie te komen, in bewustwording en voor next level te komen, dat je, dus om die meer helderheid te krijgen, dat je gaat gaan kijken van wat is hetgeen dat nu is, hoe is mijn situatie nu, hoe was mijn situatie vroeger, en wat is eigenlijk hetgeen dat ik naartoe wil gaan. En dat je weet dat je ook daar die keuze in hebt, en dus dat het belangrijk is om je innerlijke weten ook te gaan vertrouwen, en dat je zelf in je eigen kracht mag gaan geloven. Want kijk, aan de onderkant krijgen we de victory, en dan ga je eigenlijk ook wat slagen in de dingen die je wilt gaan bereiken. Dus die heeft te maken met lessen in uithoudingsvermogen, in het leren gebruiken en embodyen, belichamen van die divine feminine energie. En om van daaruit dan in de next level te gaan. Oké, wat is de talent of kracht?
dat je hiervoor kan gebruiken. Dat is talent of kracht. Dat is talent of kracht. Wat is het talent of kracht voor de wessen of het 12e huis? Dus laat angsten los rond de dingen die we zien. Wanneer een boer moet laten, heeft alles te maken met angsten. En we krijgen hier 1, 2, 3, 5 kaarten. Dus, wat hij nu in november gaat ervaren, heeft te maken met voorouderlijke stukken. Dus dat is belangrijk dat je ook dat die karmische dingen gaat loslaten. En want dat ga je helpen om bepaalde beperkingen die er nu nog zijn, of waar je het gevoel hebt dat er beperkingen zijn, om die verder te gaan healen en los te laten. En dat gaat ervoor zorgen dat je, ik weet niet, de Divine Matrix, dat je die verschillende verbindenissen gaat zien tussen verschillende stukken in je leven, dat je nog meer synchroniciteiten gaat zien en dat je meer gaat gaan zien waar dat het universum, God, je team, wat hij ook wilt, er voor jou is. Maar daarvoor is het belangrijk, sacred inner space, om dus naar binnen te gaan. Om die gevoeligheid, die sensualiteit, die kwetsbaarheid in jezelf te voelen. Dus ook opnieuw, net zoals bij Kreeft, die verbinding met jezelf naar binnen en naar die innerlijke Divine Feminine gaan. En dan kunnen we Servant's Gateway, Voice Activation, Angelic Attunement en Divine Support. Ja. Dus bevestiging, wanneer je dat gaat doen, en dus weet dat je ook verbonden bent met al die energieën, met engelen, met aartsengelen, met opzeemeesters en zo verder. En je kan gebruik maken van hun energie door gewoon intentie te zetten, door het gewoon te vragen. Wil je informatie? Vraag het en het wordt gegeven. En dan krijgen we nog als laatste de centrale sun, dus de centrale zon. Met overvloed, downloads, regeneration en succes. En dat is exact wat we ook daarnet gezien hebben. Dus wanneer je inderdaad die beweging naar binnen kan gaan doen, dat je van daaruit dan gaat merken dat wanneer je de evaluatie gemaakt hebt van het verleden, het heden en de toekomst, waar je naartoe wil gaan, dat je ook de nodige helderheid en stappen daaromtrent gaat krijgen. En dat op zich, dat volledige proces, zal ervoor zorgen dat je ook weer gaat stijgen in frequentie en dus in hogere energie. het zou ook goed kunnen zijn dat er problemen zijn rond je keel, dat je bijvoorbeeld een zere keel hebt of dat je moet meer gaan hoesten in november. Weet dat dat ook te maken heeft met die upgrades die je gaat krijgen, vooral in het keelchakra. Vandaar ook die communicatiekaart, die letterkaart. En dan extra advies. Dan krijgen we nummer 9 met waterdrager. Balans, rustig leven. Kijk, communicatie komt er ook weer naar voren. Zorg voor anderen, helpful, humanitair, unselfish. Dus dat is belangrijk dat je ook beseft dat je waterteken bent. Dus hoe meer je leert, of toch, je bent een waterteken, je noodnood is een waterteken. Dus het heeft te maken met emoties, het leren beheersen van emoties, emoties op een andere manier gaan inzetten. Wissen en oorlog heeft ook te maken met dat hogere. Vandaar dat we ook die consciousness krijgen. En dus om dat meer en meer aan neer te zetten. 12e huis heeft ook te maken met all things spiritual. All things die onzichtbaar zijn. Maar er is nog meer van advies dat we kunnen meegeven aan de mensen met noordnoden en vissen. Trouwens, als ik mijn hoeve voor heb, gaat vanaf november noordnoden het collectief ook naar vissen. Ik ga dat eventjes checken. Of dat juist is. Het ene is een noordnoden. Ja, noordnode in vissen en zuidnode gaat naar maagd. En dat is vanaf 11 januari 2022 tot en met 26 juli 2026. Want dat gaat ervoor zorgen dat we dus een heel nieuw verhaal gaan krijgen in de verschillende huizen waar dat ons vissen en maagd natuurlijk in staan. Dus dat is ook wel interessant om te gaan kijken waar staat, in welk huis staat het vissen, heb ik daar bepaalde planeten in? En waar staat maagd in welk huis op mijn kaart? Want dat zijn de huizen die gaan beïnvloed worden. In min of meerdere mate. Als je bijvoorbeeld dan je noordnode in vissen hebt, dan ga je het natuurlijk zeker gaan voelen. Wat hebben we nog? Bijvoorbeeld, ik ben maagd in mijn zonteken en vissen in mijn maanteken. Dus dat zijn al twee belangrijke planeten die in die tekens zijn. Dus voor mij zijn dat ook belangrijke thema's die vanaf volgend jaar een belangrijke rol, meer een grotere rol gaan spelen in mijn leven.
We kregen opnieuw weer communicatie met de telefoon. Met het kreeft. Dus misschien ben je in verbinding met een kreeft. Maar kreeft heeft ook te maken met het naar binnen gaan, het huiselijke. Het waar ben jij thuis? Bij wie ben je thuis? Op welke manier voel je je thuis? Throat chakra staat er weer op. Dus vooral bevestiging. Zorg voor je innerlijke stem. En wees bewust van wat hij spreekt, wat hij deelt en wat hij niet deelt. En wat kregen we als extra advies nog? De yogakaart. Want dat gaat helpen. Dus die stilte naar binnen, we hebben we daarnet ook gekregen. Door naar binnen te gaan, door te ontspannen, door pauze te nemen, ga je die informatie kunnen integreren in jouw systeem. En ga je van daaruit dan die downloads krijgen, rond overvloed, rond onvoorwaardelijk liefde, rond alle dingen die je moet weten. En ga je het ook wat meer beter en gaan kunnen leven. En dat is dus wat je op Noord nodig. Dus dat is het thema voor november, voor vissen, Noordnoden in vissen. Of Noordnoden in je 12e huis. Voilà. Dat was het voor de vissen. Dan gaan we eens kijken wat dat het laatste waterteken kreeg. En dan ga ik eerst de tijd van de recorder opschrijven. Voilà. En dan gaan we zien voor de schorpioenen. De mensen die Noordnoden en schorpioen hebben. Of Noordnoden in het 8e huis. Dus je kan bijvoorbeeld Noordnode in, ik zeg maar iets, maagd of in steenbok hebben, maar in het 8e huis. En dan is ook deze boodschap meer of gedeeltelijk, of misschien maar één dingetje voor jou. Dus haal eruit hoe dat er voor jou resoneert en laat de rest gewoon zijn. De uitdaging. Oeh, het vliegt van de ene kant naar de andere kant. Misschien is dat ook al een boodschap dat je... we krijgen 13... 4 is een belangrijk cijfer. En we kregen berichten met een open mind. Schorpioen. Je wordt uitgedaagd en gevraagd om een open mind te hebben met de verschillende informatie die je kreeg, de verschillende boodschappen die je kreeg. Wat kregen we nog als extra informatie? Ja. Mijn kaarten willen dus niet in elkaar gaan. Dus dat wil zeggen dat het voor jou moeilijk zal zijn om verschillende soorten informatie tegelijkertijd te integreren. Dus één belangrijk punt zal al zijn dat je tijd gaat moeten nemen om de dingen eruit te halen die voor jou belangrijk zijn. Niet alleen deze video, maar dus in november, informatie die tot jou komt, hou een open mind, maar geef jezelf ook de tijd om het stuk per stuk, element per element, zin per zin, woord per woord, letter per letter, wat daar voor jou belangrijk en nodig is, om dat te gaan integreren. En dan krijgen we Cardinal for the First. De maan is deze kaart over ideeën. Iets nieuws beginnen. Een nieuwe ervaring. Maar lag ondersteboven. En je kwam samen met de whip. De whip. En daarop staat argumenten, spanning. Dingen die opnieuw komen. Dus dingen die herhaaldelijk komen. We gaan zien wat er nog verder komt. Het voelt alsof het een bepaald patroon gaat doorbroken worden. Iets wat je vroeger altijd gedaan hebt, of een bepaald copingmechanisme dat je had, die nu duidelijker gaat gespiegeld worden. We hebben nog kaarten. Ja. We krijgen dan de magneet. Omdat je klaargestoomd wordt om inderdaad magnetischer te worden. Zodanig dat je echt die dingen kan gaan aantrekken wat je diep van binnen wilt. Maar dus er zijn een aantal stukken die geheeld mogen worden en die belangrijk zijn om aan te kijken, want we kregen de Wiel van Fortuin ondersteboven en dan de maankaart. Dus de Wiel van Fortuin ondersteboven heeft te maken met karma, heeft te maken met bepaalde voorbestemde of het lot, of hoe dat ook wel noemen. En er zijn nog een aantal stukken waar je niet helder over bent, door je mind, dus door je logische denken, dat je het niet begrijpt, of probeert in een bepaalde kader in te passen, waardoor hij een heel belangrijk element, namelijk emoties, wegduwt of het op een verkeerde, illusionaire manier gaat gaan zien. Ja. Ik was aan het luisteren wat er nog iets extra hier rond moest zijn.
We gaan zien. Dus dat is jouw uitdaging. Wat is het talent en de kracht om hiermee om te gaan? Zodat om van de energie in november het beste te maken. Wat is het talent of de kracht? Talent of kracht voor Schorpioen om met deze uitdaging om te gaan. Ik hoor ook dat het belangrijk is om, als je een tweelingplan bent of je bent met een bepaalde partner in contact, om ook te kijken wat dat hun doornode is, als je dat weet natuurlijk. Omdat ook daar in die video belangrijke boodschappen voor jou gaan zijn. Dan hebben we... Oh my god, ik kan het gewoon niet zo duidelijk maken. Maar dat is de eerste kaart. Het is Halls of Amenti Initiation met Secrets Revealed, Treasures Uncovered and Initiations. Dat is exact wat ik daarnet ook gezegd heb. Er zijn een aantal dingen die je niet begrijpt of die je niet ziet voor wat ze zijn. Waardoor je jezelf nog saboteert. En dus in november ga je de kans krijgen om boodschappen te ontvangen. Maar het is belangrijk dat je elke boodschap de tijd neemt om die te gaan filteren. Filteren in de zin van het aan te passen aan jouw referentiekader. Maar te kijken van wat zou het kunnen waarheid in zitten. Dat ik eigenlijk tot nu toe niet gezien heb of niet wou zien. En dan kunnen we de Emerald Tablet Activation. Dus je kan bijvoorbeeld ook met de Emerald Vlam werken, als je dat ondertussen weet hoe je met de vlammen kan werken. Want dat is verbonden met Cosmic Ordering, Divine Alchemy en Conscious Manifesting. Dus wat we daarnet ook gezegd hebben. Dus wat is jouw talent en jouw kracht? Het feit, één, dat je het nu weet. Twee, dat je de tijd gaat nemen om die informatie te ontvangen. Dat je ook de ruimte gaat creëren in je agenda om naar binnen te gaan, om die pauze te nemen, om in de natuur te gaan, om yoga te doen, om een bad te nemen, om je helemaal te verzorgen, om naar de kapper te gaan. Maakt niet uit wat het is, wat dat zelfzorg en zelfliefde voor jou is. Maar dus om dat te doen, zodanig dat je dan op een bewuste manier ook gaat omgaan met alle energieën. En je ziet ook die, dat is precies een zwaard, maar dan eigenlijk dat we denken aan die kundalini-activatie. Ga je jezelf ook weer gaan activeren. Wat dan voor jou, uiteindelijk van jezelf, je eigen energie, je eigen kern, eigenlijk die magneten maakt voor... Meer voor de dingen die je als ziel wenst te ervaren. En niet meer de vervormde versies van de manifestaties. En dan, wat is het extra advies nog voor jou? Ik zie van haar en er zat een haar tussen. We hebben hier ballonnen met fun, freedom, hoge energie, relief. Dus ja, ontspanning. Ascension, success, joyful, higher perspectives, stress-free, independence, and let it go. Yeah. Dan hebben we self-aware. Dus dat is de ballonkaart. Dus het houden, dat kind, innerlijke kind, dat vrezen. Dan hebben we de spiegelkaart. Waarin dus dat je gewoon nog bewuster wordt van je ego, van je gedachten. En dat je gaat focussen op die zelfliefde. Dat je gaat focussen op die zelfappreciatie, die zelfwaardering en zo verder. En dan krijgen we de guillotine, maar ondersteboven. Dus wat je vroeger dan misschien jezelf afgesloten hebt en bepaalde, dus die copingmechanismen waar we over bezig waren, dan, dat was mijn poes, dan kan je dat gaan healen en gaan veranderen. En dan kan je eigenlijk de stukken die gebroken zijn in jezelf gaan healen, gaan lijmen, om nog meer en feller te gaan stralen. Om er nog meer te gaan staan. Het kan misschien niet voor november zijn. Misschien niet voor december. Maar wanneer je daar nu mee omgaat, nu. En de schorpioen is ook het teken van in de diepte. Dus als je daarmee omgaat. En bewust mee omgaat. Dan ga je ook heel belangrijke stukken kunnen gaan healen en genezen. Gaat nog eens meegeven wat dat de thema's van het achtste huis zijn. Maar ook dat is belangrijk om te weten. Gaat rond seks, dood, transformatie, dat magische taboes. Bij sommigen heeft het te maken maar dus met, als je ziet dat het noodnood is, is dat iets minder van toepassing. Maar dat kan natuurlijk. Is erfenis en andere mensen hun geld. Dus
Kijk rond die thema's als je noordnoden in het achtste huis hebt of als je noordnoden in schorpioen hebt. En dan denk ook aan schorpioen, aan die diepte ook. Goed, dat was voor deze video. Ik ga deze video al opladen. En dan de komende dagen komt nog vuur, aarde en lucht ook aan bod. Tot in de volgende!